Hier gaat Kostic. Eerste kans meteen al. Het is wat gehaast zoals hij het afrondt. Filip Kostic. Sarpong. Dubbele bewaking voor hem. Zowel Manjasko als Hiarie tegenover zich. Hier is het doelpunt voor NAC. Ja, van Verbeek die daar helemaal vrij in mag schieten in de 10e minuut. Danny Verbeek. Vorige week ook al trefzeker in die wedstrijd die zo dik werd verloren bij FC Twente. Maar dit is een lekker begin voor NAC. Goed voorbereidend werk van Sarpong. Botteguin mist. En Wijnaldum staat toch op grote afstand van Verbeek, die dus daarom makkelijk kan scoren. Blessure bij Poupon. Voelt aan zijn lies. Dat lijkt het probleem. Na dit duel met Wijnaldum. Ziet er onschuldig uit. Dat betekent einde wedstrijd voor Poupon. Hier is Anthony Leurling. De vervanger dus van Rydell Poupon. 36 jaar. Kan hij het vanavond ook laten zien als invaller. Manjasko. Kierum. Is er nu langs bij Van der Weg. Die denkt, laat ik hem maar niet vasthouden, dan krijg ik een gele kaart. Nog altijd Kierum. En is dit dan een overtreding van Sarpong? De scheidsrechter vindt van niet. Kierum is inmiddels alweer op de been. Gaat nogmaals neer. Daar is zeker niets aan de hand. En dus eindigt deze rush, deze solo van Kierum met een doeltrap. Hier nog eens Kierum. Hij is er langs. En dan wordt de bal in ieder geval niet gespeeld door Sarpong. Is er licht contact. Nou, daar ook trouwens. Mag NAC niet mopperen dat Brama de bal niet op de 11 meter stip legt. Kostic. Ja, nu is hij even los van de rover. Kostic, drie man van Groningen voor het doel, waaronder De Leeuw. En daar gaat de bal dan maar net aan voorbij. Zo gaat FC Groningen nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker aan het begin van de tweede helft. Sarpong. Leurling, Buis komt in beweging. Goed gezien. Goed gevoetbald door NAC. Buis. Met Manjasko krijgt de bal toch voor. En daar is bijna het eerste doelpunt in dit seizoen. Voor Anthony Leurling. Hadouir. Leurling. Ruimte ligt aan de rechterkant. Dat is goed gezien door Leurling. Verbeek. Aardig wat ploeggenoten in het strafschopgebied. Verbeek doet het zelf. Goeie actie van de doelpuntenmaker uit de eerste helft, Danny Verbeek. Rustig gedaan met de borst door Manjasko, Hiarie. Kierum door de benen bij Van der Weg. Goeie actie van Kierum en daarbij naar de gelijkmaker van Sivkovic. Daar is dan toch zijn moment. Met nog ruim een kwartier te gaan. De hoekschop van Hadouir. Bizot bokst hem weg. Slim gedaan door Hadouir. De combinatie met Buis. Nu dan toch de voorzet. Hier is Perica. En die scoort zo makkelijk. Het is 2-0 voor NAC. Goeie combinatie hier aan de zijkant van Hadouir en Buis. De voorzet mag er ook zijn van Hadouir. Verlengd door Seuntjens. En dan wat vrijheid voor Perica die daar optimaal gebruik van maakt. Groningen nu met man en macht naar voren. Geen buitenspel hier. En dus een kans. Ja, van dichtbij wordt hij binnengeschoten. En dan is het volgens mij Texera die hem erin schiet. De spanning is terug. Lekkere binnenkomen voor Texera. Hier krijgt NAC de bal maar niet weg. Het lijkt me Hens van De Leeuw. Dat wordt niet gezien door Brama. En dan heeft Texera hem hier voor het inschieten. Gillissen. Goeie bal. Buitenspel dacht ik van Leurling. Maar het mag door. En dan mislukt de stift van Leurling.
3 minuten nog voor Groningen. Om een gelijkspel uit het vuur te slepen. Adorian. Kostic. Kostic, goede voorzet. Daar was Botteguin bijna. En dit is een strafschop, zegt Brahmaar. Een strafschop voor FC Groningen. In blessuretijd. Legt hij hem op de strafschopstip. Nog eens de voorzet van Kostic. Dan is Botteguin daar al dichtbij. Goed verdedigd door Drost. En is dit een overtreding van de rover op Wijnaldum. Tweede minuut van de blessuretijd. Voor de gelijkmaker van FC Groningen. De Leeuw. En het is 2-2. Zonder twijfel in de kruising geschoten door De Leeuw. Groningen vecht zich terug van een 2-0 achterstand naar een 2-2 gelijkspel. De rover is de slemiel, want hij veroorzaakt in blessuretijd een strafschop tegen zijn oude club. En wat zal Groningen blij zijn met een punt nadat het een kwartier voor tijd nog met 2-0 achterstond.